Dag iedereen zo. Maar dan moeten jullie zo terugzeggen. Dag Samson, laaie honden. Maar dag iedereen. Dag Samson. Maar Gertje. Gertje. Maar Gertje. Maar ik denk zo dat we hem zo samen moeten roepen zo. 1, 2, 3. Gertje! Ah. Is dit hem? Dag Samson, de gelijkenis met vroeger moet echt wel helemaal goed zijn. Dat was ongeveer zo. Maar dag Gertje. Dag Samson. Maar Gertje, hoe is het zo? Ik heb al betere momenten gekend. Maar Gertje, zeg eens dag tegen al die mensen van de kliniek zo. Van het publiek, Samson. Maar dat bedoel ik zo. Maar Gertje. Ja. Ja, Samson. Ik ga met Sabiet een paar keer even spreken en jij moet gewoon dat verbeteren, gelijk dat je altijd doet al 26 jaar. Oké. Zal ik even dag zeggen tegen de mensen dan? Maar heel goed, Gertje. Hallo allemaal! En Samson, wat gaan we doen vandaag? Maar Gertje, vandaag gaan we zo wat brieven voorlezen, zo. Van onze lieve zeikertjes, zo. Nee, Samson. Van onze lieve kijkertjes. Maar dat bedoel ik zo. Ja. En al die brieven zitten hier in die klotenzak, zo. Nee, Samson. In mijn grote zak. Maar ik ga beginnen met de eerste brief zo. Ja. Maar de eerste tekening is van zo'n heel lief klein meisje, Klaasje zo. Maar ken je die, Gertje? Nog niet zo goed, nee. Maar en ze schrijft zo. Ik zou doodgraag eens genieten, wild tekeer gaan en nat worden op Gert zijn. Boot, ja, maar er is ook een mooie tekening van een boot. Heet de kusjes Klaasje. Ja, dag Klaasje. Zij krijgt een kangeroespaarrekening van de ASLK. €1000 erop. €1000. Ja, ja. Maar ik heb nog een tekening zo. De volgende tekening. Maar dat is zo K3 zo. En die meisje vindt K3 kaka. Ojoj. En vanachter staat, ik vind de nieuwe K3 stom. De nieuwe meisjes zijn kaka. Kaka 3. Getekend Christel V. Maar er staat ook nog bij. PS. Heeft er al iemand ooit een DVD van K3 gezien? Maar er is nog een brief zo. Hier zo is een briefje van... €100 zo. Hier voor jou, Gertje. Dat is waarschijnlijk voor het gat van die 4 miljoenen. Dank je wel, Samson. Van de 4 miljoenen. Maar ja, ja. Oh, dat bedoel ik zo. Maar Gertje, maar hier is nog een brief. Maar die mag je zelf voorlezen zo. Wat een mooie tekening. Ja, prachtig. Mijn papa is bijna nooit meer thuis. Ik zie hem enkel nog op de buis. Hij werkt hele lange dagen zonder zagen, zonder klagen. Hij is de liefste papa van het land. Elk moment samen is plezant. Victor. Verwacht jij iemand, Samson? Wat is dat geluidje zo, Gertje? Dat is de bel. Ja, jong, wacht even. Echt waar. Dat heb ik al... Maar Samson, wat gebeurt er nu? Hé, hey, ik ben het, hè. Ja. Jonas. Het is Jonas. Wow. Ja, ik kom. Ik kom. Ja, ik kom. Maar ik ga de deur wel op. Ah, maar ik denk dat Samson geen kindjes meer gaat kunnen maken. Ah. Belt nog eens. Ik moest niet kloppen, want de bel deed het wel. Victor van Hulst. Oh my god. Hoe is het?